eerste wat je in Frankrijk moet doen is burger wakker. Dan weet je dat het goed gaat komen. Zo is het. De eerste serieuze bakker van de vakantie. Een nieuw pb, gek. Niet normaal, niet normaal. Twee veertigers in een half uur tijd. Ik heb dat nog nooit gezien. Een mooie beschubbing. Top op 12 kilo, dat is echt een hele mooie vis. Bizar, ik heb hier geen woorden. Dat snap ik. Wat een vis, jongen. Met de dubbel rum van Bram ving ik deze prachtige vis. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Blijf run. Pak hem, pak hem. We wouden net gaan filmen, gek. Zieke shit. Zieke shit. Hey. We lagen net in bed van die vorige vis en toen ging die alweer. En niet normaal, dit is niet te beschrijven. 19,4? 0,2. 0,2 kilo. Wat een bang zeg. Mannen krijgen klappen. Innoveren kan je leren. Zo gek, ik kreeg adrenaline. Wat een super dikke vis weer. 17,6 kilo. Ja jongens, daar staat het autootje. En wie hebben we daar? Ja, ja, ja. Twee tasjes vol. Het is niet normaal. Bram de boodschappenman. En wat gaan we doen, Bram? Wij gaan lekker een weekje knallen in Frankrijk. Heerlijk. Hoe laat is het nu? Uur of 10, denk ik. Precies. En gooi je nou even de laatste spullen in de auto. Aanhangtje erachter. En dan? Gaan we aan de grote tocht beginnen. Hoppa. Ja, 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 ja. Ja jongens, al een heel tijdje niet gefilmd, maar nog maar een uurtje en 10 minuten en dan zijn we er alweer. Het is fantastisch. En ik heb nu al 6 uur achter elkaar vol gas geplant. En we zijn er bijna, dus dat is helemaal mooi. Wietje zit al lekker op het stekkie te wachten. Die heb ik natuurlijk in deze video ook al het een en ander gefilmd. Maar wij komen er nu aan met een goede camera, met een hoop vertrouwen, met een hoop voer. Dus dat moet helemaal goed komen. En ja, nog een uurtje en we zijn er. Ik heb er helemaal zin in. Even gas geven en dan gaan we even een visje eruit vangen. Ja, want Wiets heeft vannacht niet geblenkt. Hij heeft één knol gevangen, dus dat is natuurlijk amateur. Dus we zullen het zo meteen even laten zien hoe het moet. Ik maak hem even helemaal gek. En we gaan ervoor. Let's go. Daar zou je hem hebben. Jongens, we zijn er, eindelijk. Lekker mega zo water. En grote vriend, ietsje van de tijd, tot daar. Als de avond zijn intrede doet, zijn de mensen aan het genieten. Genieten kan je leren, jongens. Nee joh, had hem daar opgedacht. Wat dan? Eén ding is belangrijk en dat is gewoon het eerste wat je in Frankrijk moet doen is een burger wakken. Dan weet je dat het goed gaat komen. Zo is het. Dus klep je erop. Dat hebben we even gedaan. We zijn druk bezig met de onlijntjes knopen. Zoals je ziet, ga ik zo meteen allemaal laten zien. Mooie onlijntjes knopen. Lekker. Eten en daarna gaan vissen. Jij hebt zeker de boodschappen aan. Ja, zeker. Lekker. Smaakt goed. Hij eet ze. Nou, dames en heren, nu dat de jongens gearriveerd zijn, kan ik even met de auto op pad voeren naar de dagstek van morgen. Ja, ik ben even pleiter dus. Tot zo. Nou jongens, het eerste hengeltje kan erin. Zoals je ziet, een Bloedworm Halibut bolie. Een hardwan heb ik aangedaan. 10 bolies erbij, een beetje gekrummelde bolies. Voor de rest ga ik met de boliepijp al rond de boot voeren. En we hebben echt een strook van zo'n 50 tot 70 meter gemaakt. Met een combinatie van de Bloedworm Halibut bolies en de Tijgernut Crush bolies. En die voeren we door elkaar heen, heel verspreid. Ik ga ook te dieper aan de voerboot hangen. Ik ben heel benieuwd of we een beetje bereik hebben en of we het gaan redden. We kunnen gelijk even kijken hoe diep het is. En ik ga uitvaren, jongens. Kijk eens wat een lekker appie, dames en heren.
We hebben hier een mix van tijgernoten en mais. En boekweit. Een beetje boekweit. Ja, wie is de kok geweest? Ja, koken ken je het wel. En goede kwaliteit, hè? Tijgernotenkoop.nl. Heb je altijd slijm. En waar ga je mee vissen? En ik ga vandaag met een zwarte tijgernoot vissen. De Black XXL. En daar doen we een klein waftertje onder. En dat gaat hem worden. Ja, hengeltje 2 gaat te water. Ik ga het met een snowmannetje vissen. En de tijgernoot crush met een pop-upje eronder. We hebben er een klein beetje slijm bij gegooid als extra dip. Als extraatje, hè? Ja. Dat is de tip van Flip. Bram, die houdt al van een beetje slijm. En lekker een dippie erbij. Ja. Oude viespeuk. En dan gaan we hem varen. Zo, zoals jullie kunnen zien gaat Chitten zijn derde hengel te water. Hij gaat vissen met een XXL tijgernoot van tijgernootkoop.nl. En hij zit daar te bikkelen, want we hebben geen opblaasboot, het mag hier niet. Dus we gebruiken de katapult en dat werkt eigenlijk prima. Kijk eens. Dus, eerlijk jongens, we moeten een beetje creatief zijn, maar dan kan het gek rollen. Nee joh, daar staat hij. Kromme top. Oh, zo, hij ging hard houden. Zo, niet normaal. Op de voerstrook. Hé, daar is Wietse. Kijk, daar komt Wiet precies aan. Ze zit te toeteren, die idioot. Zo gek, adrenaline. Niet normaal hard, hè. Was precies mijn handen aan het wassen in het water. Op de tijgernoot crush. Ja, heerlijk. Toppetje. Lekker maatje, ik ga even een netje maken, dat heb ik nog niet eens gedaan. Lekker. Hoppa, eerste runnetje, koekoek. Yo Chit, wat hebben jullie nou bedacht? Ja jongens, we liepen door de supermarkt heen en naast de natuurlijk welbekende apenshop zagen we zure mattenshop. En wij dachten, stel je gaat echt zuur, dan moet je die nemen. Dus als je een vis verspeelt of een brazen vangt, moet je zure mattenshop. En om het extra lekker te maken, moet je daarvoor 20 push-ups doen. Lekker. Dus dat is heel lekker, dan ga je extra zuur. Maar eigenlijk ga ik nu ook al zuur, toch? Ja. Ik ben anderhalve dag aan het vissen, Bram ligt 2 uur in. Ja. En deze maten krijgen nu al run. Ja, ik zei het al, we laten het weer even zien. Ja, ik heb denk ik het verkeerde stek gekozen. Nee, het ligt wel altijd. Ja, maar geen stress, ik heb 2 stekken aangevoerd. Dus mijn backup plan, dat is bekend. Kom maar goed. Dat komt helemaal goed. Ping, mooi gek. Wat zei je, Chit? Ja, het is een halve rij, hè? Nee, joh. Kijk dan. Zure matte shot wordt dat. Knallen, goos. Hier is het. Zo, hij is nog best groot, gek. Kijk, ja, nou, bijna 10 kilo. Kilootje of oh, kijk, stabiel. Mooie halve rij, hè? Stabiel. Ja, dat zijn de rugjes die je wil zien. Ja, dames en heren, ik wil wel een SO'tje doen naar Wietse. Want ja, er zitten al een paar onderlijntjes klaar liggen voor ons. En ik ben aardig, hè? Kijk eens. En dan zeg je dat de jongen jou rest geeft. Ja. Mij rest geeft. Goeie jongen. Wel een beetje papegaaitje, maar een praatje van de vis, hè? Ja, is echt heel mooi. Ja, jongens, daar hebben we hem, hoor. De eerste Franse vis voor mij en Bram. Daar is die. 11,5 kilo op de snowman. We komen op het linker hengeltje. En we zijn ontzettend blij mee, want we liggen pas 2 uurtjes in. En het vertrouwen is nu heel hoog. Precies. Goeie run. Ja, een keiharde run. Echt niet normaal. Chit erin op zijn bek, die stond te wassen. Ja. Je had ook de andere kant zien. Ja. Die is nog mooi. Andere kant is nog mooi. Zo, kijk dan. Het geen zure matte vis dit, man. Nee. Dat gaat niet zuur. Ik heb vast het voerwerk voor u gedaan. Oh. Zo. Dat is echt. Helemaal goud op het onderlijntje van Wiet. Barmel. En op de voerstek van Wiet. Oh nee hoor. Kijk, Wietse's voorstek die liep zo goed dat hij er zelf al 1 knol van heeft gevangen. Wij binnen 2 uur al een prachtige spiegel. Lekker Brammetje. Hey, Brammetje. Dan mag maken en dan gaat het hengeltje heel snel terug. Meezwemmen? Ja Bram. Meezwemmen Bram. Ja, het is een pb. Bram. Dan moet je wel meezwemmen. Bram, zwem daar even mee joh. Zwem. Hey, kom op. 30 doe ik het, ja? Ja, afgesproken. Hoe laat het ook is. Ja. Hij staat erop, hè? Hij staat erop. Hey broer. Hey. Hoi. Hoi, vertel. Ja, het is donker. Inmiddels. En Bram zit hier ook. Dat heb je goed gezien. Bram is de derde van ons drie. Ja. Ja. Die ja, zit hier weer al op kop. En we moeten nog een challenge afspreken. Wie de kleinste vis vangt, wat moet die jongen doen? Ja,
maar we hebben een oneerlijke verdeling, dus dat gaat niet tegen. Nee, klopt. Jij kan niet vissen, ik Bram is half gehandicapt. Ik heb twee Engels. Als ik dagen ben, kom je in Nederland. Jullie gaan nog een week door of zo. Dat is waar, dat is waar. Dus, maar, goed. Bram zijn we weer. We hebben lekker gegeten, burgertje, biertje erbij. Het is nog een aangenaam temperatuurtje om zonder jas buiten te zitten. En we gaan zo het mandje opzoeken. De mannen zijn moe van de reis. De mannen zijn moe. En ik vind het ook wel mooi geweest. Ja, je hebt ook lekker lust aan pikkelen. Morgen ga ik mijn wekker zetten, ga ik naar de dagstek. Hey. 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 Tenzij ik echt meer dan 5 vissen vang vanaf, maar ik rook er niet. Ik heb zo gezegd vertrouwen. Mannen worden nu al naar huis gevist. Ja, ik heb heel veel vertrouwen, maar ja. Het is ook wel weer mooi voor hun. Dat zijn echt 8 tenten of zo. Hij komt gewoon niet eens uit je woorden. Ja, smoesjes. Maar we gaan het zien, joh. We gaan het zien. Eerst volgende shot is... Chitten met een krommet op. Maat, wat gebeurt er? Mijn hengel ging af. Wat een jekker. Zo. Ik weet niet wat ik zie, joh. Jullie hebben wel een lekker stekje gepakt. Is dat even lekker, maat? Of niet? Een voerstrookie. Echt dit niet normaal. Dit is ook die we hebben uitgevaren met die bollen ernaast gooien, cheese. Ja, ook weer. Lekker. Kijk eens. Zo. 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 We hebben de strijder. Dat valt echt niet tegen. Hij staat op oppervlak. Ja, maar hij gaat wel van je als een jekko door de slip, gek. Dat is even lekker. Zal ik over de net heen pissen? Beach is vervelend, jongens. Ja, hij kan het niet hebben. Hij kan het niet hebben, inderdaad. Zo. Nee, joh. Zit hij als? Lijmbreuk. Wil niet. Godverdomme. Wat? Je hebt gevlochten rij? Ja. Hoezo doe je dat? Hè? Hoe kan dit nou? Bram, leg uit wat er gebeurt. Nou jongens, wat er nou is gebeurd. Chit, ik krijg toch een run op zijn middelste hengel. En hij is er echt bijna. En in één keer uit het niets een lijnbreuk. En ja, dat is natuurlijk balen. Maar ja, hij is nu extra zuur. En hij gaat nu even laten zien waarom. Ja, maar ik wil van jou weten, wat is het precies? En waar heb je het gekocht? Want jij bent de boodschappenman. Oh, bij de Jumbo. Ja? In de Lier. Kost dat? 12 euro. Kijk, hoe ziet het uit? Zure matte shot. Dik. Voor als je extra zuur gaat. Chitten gaat nu helemaal. Even kijken jouw gezicht, hoe zuur zie je eruit? Ja. Maar we zijn zelf van Chitten een beetje gewend, ja, hè, dat ja, verspringen. Het is echt niet normaal. Elk jaar hetzelfde verhaal. Zuur? Ja, dat is wel zuur, man. Weet je wat ook zuur is? Ja. Je moet toch een nieuwe systeem opzetten? 20 push-ups ook nog. Ja, lekker opnieuw uitvaren, voeren. Ja. Nou ja, wij zijn er natuurlijk absoluut ook niet blij mee. Doe jij het toch beter? Ja, wij zijn er ook niet blij mee. Doe eerst maar even opdrukken. Ja, dat wil ik ook nog wel heel graag zien. De film loopt. De film loopt. Oké, hoor je niet, hè? 1, 2, 3. Even klopt dus, hoor. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ja, wel respect voor Chit. Het is wel te zien dat je naar de sportschool gaat. Jongens, een duimpje omhoog voor Chit die 20 keer opdrukt. Hoppa. Zo jongens, ook mijn eerste Franse vis is een feit. Na die ene verspeeld te hebben op de tijgenootjes. Een super kleine knol. Maar ja, de eerste vis binnen. Ik zal hem gelijk laten zwemmen. En ik ga het lijntje uitvallen. Oh, zo vlot. Goedemorgen jongens. We zijn weer fris en fruitig. Maar helaas heeft er nog niks meer gebracht dan dat ene knolletje. Dus dat is jammer. Maar het mooie is, het is natuurlijk gewoon weer dag. Dus we kunnen de engeltjes weer perfect gaan inleggen. Dus dat is het eerste wat we gaan doen. Na die rit van gisteren hebben we even wel lekker uitgeslapen. Het is nu 10:30. Eigenlijk hadden we gewoon vroeg eruit moeten, die engels moeten vervangen. Maar ja, dat kan nu niet meer. Dus gaan we het nu maar doen. Gaan we de engeltjes verversen. Nieuwe onderlijntjes eraan. En weer perfect op het voerstrookje leggen. En dan hoop ik gewoon dat overdag gewoon weer gaat. Zo jongens, de engeltjes weer naar de kant gehaald. Zoals je ziet hebben we hier echt wel last van de kreeft. Gelukkig bleef deze nog wel intact. Tijgenoot natuurlijk ook. Maar als je dit dan ziet... Dan weet je dat je voor niks hebt gewist vannacht met deze hengel. Dus, wat gaan we doen? We gaan er wel weer hardwans aan doen, maar met een extra kreeftkousje. Dan moet het helemaal goed komen. Hallo Bram. Jawel, we zijn er weer. We hebben even flink zitten knopen, maar we gaan hem weer uitvaren. Want Wietse heeft straks het voerbootje nodig
Ja, dus we hebben hem nog even gauw gaan gebruiken. Ik ga het vissen met weer met een snowmannetje. Gisteren deed ik met een pop-upje, nu doe ik met een waftertje. En de Tijgernoot Crush van tijgernootkoken.nl. Klein beetje voer erbij, want Chitte staat daar met de pijp. Ja, en dan sta ik even flink eromheen te smijten. Inderdaad, even heel flink eromheen te smijten. Hotsa, tot je een boliepijparm hebt, hè? Oh ja, een boliepijp. Kennen jullie dat? Ik heb echt hier zo dit gedeelte van mijn arm. Als ik echt veel heb staan smijten met die pijp, nou, dat is echt niet lekker. Doe gewoon pijn. Jongens, mijn engel kan er ook in. Ik heb een bloedworm Hollywood bolie met dubbele kreeftkuis gedaan, dus aan beide kanten. En ik ga hem weer uitvaren. Ondertussen met de boliepijp gelijk gooien, dat je weet, precies weet dat je op het juiste plekje ligt. En dan gaat het gewoon binnen 3 uur, geloof ik, dat gewoon een vis gaat. Dat zou mooi zijn. Dat zou zeker mooi zijn. Ik kom hier even de voer betalen. Ja. Dus als die gasten opschieten, dan kan ik eerder weg. Ja, en we gaan daarna gaan we een stukje beetvlos, want we hebben geen ander touw, aan onze lijn knopen, zodat we weten waar we ongeveer moeten liggen. Slim. Innovatieve boys. Innovatief. Innoveren kan je leren, ik zeg het maar weer. Hey Chit, wat heb je met je armen? Ik heb een boliepijparm. Hebben mensen daar nog tips voor? Ja, dat zit hier, dat is echt niet lekker. Het begint wel een beetje gespierd te worden. Ja, dat is wel de bedoeling. Zou denken, dan moet je hier toch wel tegen kunnen. Ja. Zo zwaar zijn ze niet. Nee. Ja, dat is wel mooi als een raket. En jij bent gepromoveerd tot kapitein? Ja, tot patroon. Alleen maar aan het varen. Heel de dag aan het varen. Heel de dag. Helemaal goud, jongen. Varen ze even 6 hengels uit. Is die accu leeg, gaat het bootje mooi met mijn wietje. Ja, jongens, na het bikkelen liggen alle hengeltjes weer in. En dan is het tijd voor de eiwitten. Zo is het lekker eitje erbij. En het is tijd voor mij om te vertrekken. De voerwit is weer vrij. Ja. Ik kan het meenemen. Hij is dus leeg, dus dat is goud. Nee, we hebben nog 1 keer even de engeltjes echt perfect kunnen neerleggen. Ja, die ligt echt top. En dus in dit water. Ja, ja, dan hopen we er wel vangen. Oh, ik ben even naar de dam gelopen daar. Normaal heb je altijd zo'n dam op het Toelmeer. Dat het echt een hotspot is voor vis. Je mag ook niet vissen. Hè? Super helder water, maar ik heb echt geen kut gezien. Dat is niet genoeg. Het water stond volgens mij 2 meter lager dan dat normaal stond. Allemaal trailers van boten en stijgers en zo staan ook allemaal half droog. Echt bizar. Maar dus ik pak mijn biezen. Ik ga naar het volgende water. De mazzel niet. En dat gaat in mijn video weer verder. Zo is het. Dus wij scheiden onze wegen weer. En dan gaan we weer apart verder. Zo is het. Ja, ja. Ja, dus zullen we hem hebben. Het is fantastisch. Het zonnetje begint te schijnen. En hij vliegt gewoon vandoor. Op tijgers. Helemaal goud. En dat ging hard. Niet normaal. Zo jongens, daar is hij dan. Mijn tweede vis van de sessie. Een super mooi hoog spiegeltje. 11 kilo'tjes. En waar kwam die op? Op de tijgers. Denk een metertje of 30 uit de kant. Veel met de boliepijpen aan bijvoeren met tijgers. Een mooie spiegel. Hij is druk, dus hij mag snel terug. Dan gaat hij weer. Echt een super mooie spiegel. En dan gaat hij. Zijn open halen. Hè? Hoppa. Doet hij het? Ja, ja. Zo jongens, we waren bij de viswinkel. Toen kwamen we deze mooie rijen karpen tegen. Laat eens even van dichtbij zien. En die kon we natuurlijk niet laten liggen. Dus ik zeg, even kijken of hij doet. Proost. Zo is het. Super hard aan het vechten. Kijk eens. Staat hij weer. Het is goud jongens. 2 uurtjes later en hij loopt alweer af. Hij is echt wel echt super raar moet ik zeggen. Zo, maar hij gaat er wel echt voor zeg. Goedemorgen. Beuk op die top. Moet je zien dan. Is er meer volgens mij. Fuck. Ja, wat zijn daar eigenlijk afspraken over? Valt die onder witvis? Nee, nee, nee. Ja. Ik ga het eens even overleggen met Wietse. Ja jongens, daar staan we. We zijn weer even heel zuur gegaan. Het is echt niet normaal. Hij zat al in het net, maar toen ging het net uit elkaar en toen zwom hij eruit. En toen schoot hij denk ik 0,5 meter voor het net los. Ja, en hij zat gewoon echt goed gehaakt, maar... Dief, laat die haak ook eens zien. Ja, dat puntje is verbogen. Haki is ook verbogen. Het is echt klote zeg. En nog opdrukken. En een zure mat. Oh, het is een kut. Wat een kutregel. Hoe kan het nou? We zullen hem hebben. Jongens, we zijn weer zuur gegaan. Nu is die dubbel zuur.
echt niet lekker. Daar zit die jongens, Bram de burgerman. Kijk eens, een lekker burgertje met kaas en een samba sausje. Kijk eens, allemaal door Bram de boodschappenman aangeschaft, hè? Ja, dat zijn ze. En ik ga hem ook maar even proeven. Zo jongens, na die hele zure van net, super mooie spiegel. We gaan hem eens even naar het motje brengen. Zo, dat valt niet tegen, maat. Nou jongens, daar is hij dan. Echt de eerste serieuze bak van de vakantie. 14,8 denken we, maar we moeten heel even de zak wegen. Heel misschien gaat hij zelf even de 15 heen. Maar ja, dit is toch fantastisch. Kijk al, een dikke vis. Gaf een goed gevecht, bleef heel de tijd laag. Maar deze keer bleef hij gelukkig wel hangen. En dan maakt die zure streek van net helemaal goed. Fantastisch jongens. Dag, ja, we zijn net iets langer dan 24 uur. Nu al een mooie vis, dus dat belooft veel goeds. Ja, jongens, helemaal goed zwemmen. Ook gewoon op de hengel die we gegooid hebben, dus dat is altijd goed om te zien. Weer de tijger in het crush. Die valt in de smaak op dit water. Je ziet het, hey, dikke rug. Fucking mooi. Heerlijk. Oh jongens, de drill staat er niet op. Maar we hebben weer een super mooi visje gevangen. Kijk eens, weer een mooie beschupte jongen. Mooie spiegelkarper. Ze lijken wel allemaal een beetje op elkaar. Ik denk weer een kilootje of 11 dat die is. Maar ik ben er weer super blij mee. Het is, hoe laat is het nu? 9 uur? Zoiets, kort voor 9. Kort voor 9. En het is toch lekker als we overdag ook al gewoon zoveel mooie vissen kunnen vangen. Ik ben heel benieuwd wat de nacht gaat brengen. Weer op de ingegooide hengel, dus we hebben de boot helemaal niet nodig. En zo zie je maar. Als je goed voert, vis je die Fransen helemaal naar huis. Shot in het water. Prachtige vis. En daar gaat hij. Ja, ja, ja. Dan zou je hem hebben. Zo jongens, even de tandjes gepoet. We gaan lekker het bedje in. Het is verdacht stil, eigenlijk na die vorige vis. Maar hopen dat de nacht wat meer gaat brengen. Het gaat zo meteen ook beginnen met regenen. En het gaat morgen heel dag regenen, dat is wat minder. Maar misschien is het wel goed voor de vis. Dus we gaan het zien, we gaan lekker het bedje in. En hopelijk tot gauw met een stoel. Ja, 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 ja. Daar zou je hem hebben. Goedemorgen jongens. Het is weer zover. Vannacht hebben we namelijk geblankt. Het is een hele slechte boel. Heel raar hè? Ja, maar dat, ik haalde net mijn goede hengel op. Waar we denk 80% van de vis op hebben gevangen. Er zat geen aas meer aan. Dus dat is niet handig. Dus we gaan weer dubbele kreeftenkous eraan doen. En gouden hengeltjes verversen. Weer verder voeren. Ander systeem proberen hoor. Ander systeem, helikoptersysteem voor het gooien. En, want je gooit ook snel in de klit. En even de voerstek van wat voer voorzien. En dan denk ik dat het gewoon weer kan gaan lopen. Zo doen we maar. Zo is het. Zo jongens, ik heb de richtjes weer even ververst. Nieuwe onderlijntjes erop. En je ziet het, de tijger in het kusje met dubbele kreeftenkous. Schuimpjes op de haak, eentje met een normaal systeem met een wortelloodmontage en de andere nu met een helikoptersysteem, omdat dat toch wat makkelijker gooit. En je ook niet 100% zeker weet wat er allemaal op de bodem ligt. Met een helikoptersysteem ligt hij dan toch altijd net wat beter. En je kan hem niet in de knoop gooien. Dus zo ziet het eruit. En we gaan dus even de hengeltjes in gooien. Zo, mijn hengeltjes zijn ook klaar. Ik ga één helikoptersysteempje erop zetten, want we moeten gooien en vannacht lag er ook een lijn in de klit, dus en je weet niet wat er op de bodem ligt. De andere ga ik gewoon met een wortellootje vissen, gewoon lekker simpel. Allebei single bollen, de tijgernoot crush van tijgernotenkopen.nl en een klein schuimpje erop en dan kunnen ze ten water. Jawel, 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 hij is weer terug, want... Wietse ging weer verkassen, want die heeft vannacht twee knolletjes gevangen. En ja, het vertrouwen is heel laag bij hem, dus hij gaat naar de andere kant. Maar hij kwam even snel het voerbootje afgooien, want hij moest boodschappen doen. Dan kunnen wij even mooi uitvaren. Even strak leggen, want ja, met dat gooien, het ligt wel, maar met de boot is toch meer vertrouwen. Jongens, het is niet normaal.
We zien hier weer een hengel staan en we zijn weer zuur gegaan. Wat een gezeik. Biedt ze de boodschappen man. Wel een shortje, hé. Ik ben helemaal klaar met dat verspelen. Om nog zuurder te maken, moet jij kijken wat er hier niet in zit. IJs. En stokbrood. Stokbrood heb ik wel. Dat ijs is nergens te vinden. In Frankrijk, dat snap ik echt niet. Nergens zakken ijs. Maar dat ik heb verspeeld is nog veel zuurder. Ja. Pleuren, sorry. Dit is wel leuk. Ik heb even boodschappen gehaald. Stokbroodje en een ijsie. Staan ze daar in de regen hoor, uit te varen. Soldaten. Ja, hier zijn wel strijders. Zo, ik heb rekken op tijd opgeruimd. Nu ben ik er wel blij mee. Rekken. Ja, het is weer zover. Chit is weer zuur gegaan. Voor de derde keer deze trip. Gaat hij de push-ups doen. Shirt uit. En gaan. Shirt uit op je hoofd. Klopt. Nou, kom maar met die vieze shot. Hele teug, hè? Gelijk naar die push-ups, hè? Mag je niet andersom doen? Jongens, daar staat hij. Ready to go. Met extra geheugenkaarten, stokbrood en kruidenboten. En de voerboot in mijn hand. Verlaat ik de jongens. Het was weer mooi. Succes. Die voerboot had je wel mogen laten liggen, maat. Ik heb tot nu toe 3 knollen gevangen, dus ik ga nu naar een bak water. Het is alles of niets. De kans op brengen is aanwezig. Maar het gemiddelde gewicht zou rond de 15 kilo moeten zijn. Dus dat heb ik even nodig. We gaan ervoor. En tot ziens. Aito, succes. Hoi. Jongen. Ja. Daar hebben we hem weer staan. Kromme toppen. Helemaal uit. Het heeft echt even geduurd. Het is al een paar uur. We hadden helemaal geen vertrouwen meer. Het heeft echt zoveel geregend. Het is echt niet normaal, hè? Eindelijk loopt hij weer af. Dus je kunt er ook weer even wat voer op gooien. En het is helemaal uit. Even afdrillen en dan zie je hem zo. Zo is het. Zo jongens, het heeft even geduurd. Maar we hebben weer een super mooie spiegel op de mat. 13,8. Prachtige vis. Hele rode staart heeft hij. En hij was echt super sterk. Het is een beetje gaan waaien en het regent al heel de dag. We dachten van joh, hoe kan het nou dat we niks vangen? Maar gelukkig ging hij er weer vandoor op het helikoptersysteem. Waar ik er net wel een vis verspeelde, heeft hij nu gelukkig wel hangen. Maar het zijn allemaal best wel uitgescheurde vissen. Dat is best wel zonde. Maar daardoor heb je gewoon kans dat je veel verspilt. Maar gelukkig bleef deze mooie vis hangen. Geeft toch weer wat vertrouwen. Dus we gaan gelijk weer een beetje voer erin knallen. En dan kan die hengel terug. En dan gaan we zwemmen. Wat zacht. Breng weer vertrouwen. Ja jongens. Na het visje. Een lekker Frans stokbroodje met kruidenboten. Wat wil je nog meer? Zo is het. SH naar Wiet. Bedankt voor het halen. Ja, en betalen. Ja, ook. Hij stuurt geen tikkie. Hoop ik. Vast wel. Maar... lekker zo broodje jongens, heerlijk. Ja jongens, dan lopen we weer met de mooie krokjes. Hier hebben we Brammetje. En Bram, vertel, wat ga jij eens even doen? We gaan maar eens even bijvoeren, want deze jongens gingen heel vroeg al af, maar daarna is het stilletjes gebleven. Dus. En wat is het antwoord op stille hengels? Meer voer. Zo is het. Zo, dus het zakje gaat mee. Hoppa. Jawel. Ja hoor jongens, je ziet het. Een lekker kipje aanpakken. Kipdijvlees. En dan wordt smullen. Lekker. Is weer eens wat anders. Gewoon stokbroodje. Zijn eigenlijk gewoon al 3 dagen vlees achter elkaar aan het eten. Morgen nog spaghettietje. En daarna gaan we ook op de Franse boodschappen. Maar dat moeten we nog gaan doen. Maar donderdag, vrijdag. Zitten we er goed bij. Ja jongens, het is niet normaal. Daar staat hij. Na hoeveel nachten blenken
Lekker man. Hij stopt ineens, hè? Ja man. Maar hij hangt wel. Hij zat helemaal naar links. Lekker man. Gaan we even landen en dan laten we jullie zien. Nou, kijk eens, daar is hij, dames en heren. Het heeft even geduurd, maar mijn linker hengel liep voor de tweede keer af deze trip. En hij is heel druk, dus we gaan lekker even foto's maken en dan kan hij weer terug. Nou jongens, niet normaal. Daar staat hij. Een uurtje later al. En hij gaat er voor mijn hart vandoor, of niet? Ja man, gewoon voor de eerste keer op die rechter. Stop. Lekker pik. Oh, dames en heren, geloof het of niet. Maar daar staat hij. Bram Vastenburg. En Bram heeft wat minder nieuws. Meestal als je zo staat, is het geen goed teken. En wat is er nou gebeurd? Na een drill van een minuutje of 10. En eigenlijk was hij bijna bij het net. En toen voerde ik hem kopschudden en toen schoot hij los. Mannen gaan zuur. Ik voel nu een keer hoe Chitten zich altijd voelt in Nederland en buitenland. Maakt niet uit waar. Het zure matje staat op je te wachten. Het zure mat staat op me te wachten. En de push-ups. Deze jongen even goed uitgooien. Zo is het. En even bijvoeren. Jawel. Het is nu mijn tijd. Ik ga nou even kijken hoe dit proeft. Mannen zijn zuur gegaan. Kom op jongen. 20 met klap. Nee. Ja, zo was het hoor. Jawel. Het is weer tijd. Ja jongens, het heeft even geduurd, maar er hangt er eentje aan. Netjes maat. Het voelt niet zo groot, maar ik ben benieuwd. We gaan hem even landen. Laat jij hem eens even zien, Chitten Meister. Ja, daar is hij dan. Wat een super mooie parel. Super mooie schubbel op zijn flank. En toch nog 12 kilo's. Echt mooi hoor. Dus, ik ben er helemaal blij mee. En we gaan hem ingooien en dan kan hij gewoon weer aan. Waar kwam die vandaan? Van de Tigernet Crush. Straden. Hoppa. Goedemorgen Brammetje. Een hele goede morgen. Zoals je ziet ben ik druk bezig, want we gaan verkassen. En het is eigenlijk stilgebleven vannacht, helaas. Ja, ik kreeg nog wel een run, maar dat was een eend. Een keiharde fluiter. En niet normaal, echt een teringharde run. En die ging even zonder allebei mijn lijn heen. Gelukkig niet mijn aas. Dus, verder is het stilgebleven en in principe zijn we wel redelijk gezaagd, zeker Chit. Chit heeft er hier 6 gevangen. Jij 2. En ik 2. En we hebben er helaas 4 verspeeld in totaal. Maar, of heb ik er 7 gevangen? Nee, 6. Oh. 4 verspeeld, 10 runs. En we gaan op naar een ander water. Dus, let's go. Oh ja, we gaan even boodschappen doen. Misschien even basic, dan zien jullie ons terug. En even vloggen. Let's go. Daar zou je hem hebben. Ja jongens, de vuilniszakjes zitten er weer in. Gewoon netjes je afval mee. Pas prima. We gaan er gauw vandoor jongens. Karretje is weer volgebouwd. We hebben echt binnen een half uurtje opgeruimd. Dus we hebben even lopen knallen. En op naar nieuw water. Super groot water, nieuw appel. Jawel. We zijn weer onderweg naar een nieuwe stack. Ja jongens, we zijn al anderhalf uur aan het rijden. En we moeten nog een half uurtje, iets langer misschien. En dan gaan we eerst iets even opzoeken. Even zuur maken. Gaan we iets even zuur maken en dan gaan we daarna even naar de stack. Super groot water, maar het gaat helemaal goed komen. Let's go. Daar zijn we. Hey. Hey. Maatje. Hey wat? Over speelboy. Is die? Ja, wat een gezeik. Ja, hoe kan dat nou weer? Echt, dat is niet normaal. Ze zeggen hier het gemiddelde is het hoger dan 15 kilo. Mijn grootste vis is nu toe 7 kilo. Dus ik moet nog een bak vangen. En ik heb dus gevoerd gisteravond 4 kilo. Vanochtend net vorige week de boorden opgevist. Helemaal top. Ging die af om 9:30. Mega harde drill. Vis bleef graag. Tik op de top. Echt alles wat je weet van de bak. En, maar ik dacht een beetje niet... rustig drillen, want er zit heel veel wier hier, toch? Hm. En 10 meter voor de kant, pats, schiet hij er vanaf. Dus, wat ben je? Op een vorige week de 15 mm bol. Wat ben je? Heel zuur. Nee, zuur gegaan. Shot, hè? En daarna even die push-ups. Ja,
Ja, maar... Ja. Ja, dat is wel lekker. Hij is gek. Ja, hij is nu koud. We hebben nu ijs gehaald. Echt? Nou, jij is hem maar eens even warm. Twee zakken. Hé, hoeveel push-ups? 20. Easy. Oké, oh, goed gekeurd. Ah. Voor de pomp, lekker. Yeah. Nou, even zien. Jawel, daar staat hij dan. Ja, jongens. Nieuw water en niet zomaar eentje. Echt meer van je wel. Ik hoop dat je het hoort, want het waait als een jekko. Ja, maar er zit één tent hier helemaal aan de overkant en voor de rest helemaal niemand. Dat vind ik echt heel bizar. Het is heel raar, hè? Maar het ziet er wel echt mooi uit. Windje erop. Wij gaan het er gewoon sowieso op wagen. Ja, minimaal één nacht. Ja. En we gaan sowieso even naar die vent aan de oefenkant om te kijken of die al wordt gevangen. Hopen dat het een Nederlander is. We kunnen een beetje wat bespreken. Maar we gaan het even zien. Zo jongens, we zijn op het water aangekomen zoals jullie net zagen. We hebben even met Frans gesproken en de borden gelezen. Je mag hier eigenlijk heel weinig. Je mag niet met boot, niet met voerboot. Je mag niet nachtvissen. Je mag niet aan de waterkant slapen. Ja, je mag eigenlijk bijna niks. Alleen een dagje. Dus. Alleen een dagje. Maar we hebben dus een mooi plannetje verzonnen. We gaan eerst 5 kilo bolies erin gooien met de boliepijp. En 5 kilo tijgers met de, ook met de boliepijp. Dan gaan we zo ver mogelijk water inlopen met het waterpak. De boliepijp proberen zo ver mogelijk die tijgers te krijgen. Zo proberen we gewoon een grote voerstek, twee grote voerstekken op te bouwen. Er zitten helemaal geen vissers en we weten gewoon dat een hele grote vis zwemt. Dus we gaan eigenlijk op de wind zitten. En dan hopen dat de vis gewoon ook op de dichter bij de kant durft te gaan azen. We geven dus ook heel de nacht rust en gaan morgenochtend pas vissen. Dan gaan we echt 6 uur of 5 uur gaan we erheen. Waarschijnlijk vannacht even op de parkeerplaats slapen. Zo even naar de Basic Fit. En ja, dat is eigenlijk het plan. We gaan nu eerst even die bollen erin knallen. Het is lekker weer. Let's go. En we hebben een plan. We gaan ervoor, jongens. Ja, dames en heren. Kijk eens eventjes. Een broodje knakworst met mayo en curry. Met een lekker Frans stokbroodje. En we hebben flink gewikkeld. We hebben 10 kilo voer in het water gegooid met de boliepijp. Nou, dat is nogal wat. Zeker voor mij, want ik voer meestal een half kilootje. Maar ja, het was even nodig en we gaan op dit water niet nachtvissen, want ja, dat mag niet. Dus we gaan morgen ook al horen. Heel vroeg gaan we naar de stek en dan gaan we even aan de bikkel. We hebben net even wat Duitsers gesproken, hebben even wat informatie gevraagd. En nadat we een gesprek met hun hebben gehad, hebben we er wel iets meer vertrouwen bij. Zeker. Eigenlijk mag je hier helemaal niet nachtvissen, maar het wordt zo vaak gedaan. En niet met boot. En iedereen die doet het eigenlijk gewoon maar, zeiden ze. Maar tot nu toe houden we ons aan de regels. We kijken even of dat zo blijft. Gewoon even een nachtje, even het water even stil. Geen hengels erin, helemaal niks. En we gaan even eten. Ja jongens, onder het genot van een heerlijke pilsie, zoals je ziet, zijn we even de richtjes voor morgen aan het knopen. Je ziet het, de bloedworm halibut. Beuletjes zitten er zelfs al aangemaakt met een kreeftenkousje. Hier komen nog wat tijgerneukjes op. Dat zijn mijn 3 hengels voor vandaag. Hier hebben we Bram, die is ook goed bezig. Bijna klaar, nog alleen even het lijnlijnetje erop doen. Ook de bloedworm, daar hebben we vandaag 5 kilo mee gevoerd. En de XXL tijgennoten van tijgennotenkoop.nl. Hebben we ook 5 kilo mee gevoerd, ook dus het gaat kilo, ja. Helemaal goed komen. Het werpijpie. We gaan hier lekker slapen op de parkeerplaats in het graskantje zonder tent. En hierachter ligt het water. En zo gaan we het doen. Let's go. Goed. Zo jongens, de bedjes staan voor het nachtje. Autootje die kan dicht en we gaan lekker tot 5 uur de oogjes toe doen en dan gaan we daarna op naar de stek. Nou jongens, iets later dan verwacht hebben we toch het aanhangertje ingepakt en de auto, nou eigenlijk gewoon een stretcher erin gegooid. We gaan zo even 2 kilometer rijden, rustig aan, maar dat moet goed komen. We gaan er gauw vandoor, let's go. Zo, zoals je kunt zien zijn we uitgepakt. We hebben het lekker compact gehouden. Zakje tijgennoten, zakje bollen, een klein beetje spullen. En dit is het water. We hebben hier een voerstrook gemaakt met tijgers gisteren. 5 kilo. En hier een voerstrook met bollen. Dus ja, eigenlijk hebben we er wel vertrouwen in. Ja jongens, we zijn nog niet zo lang wakker. Dat is denk ik ook wel te zien. Haakje is niet zo fris. Hier hebben we het voerbootje staan. Officieel mag het niet,
Nou ja. We hebben ons zo netjes aan de regels gehouden dat we dachten dit kan het wel even stiekem tussendoor. Alleen die rijlijntjes uitvaren. We voeren maar 4 bollen in de boot. Verder denk ik nog 15 met de boliepijpen. Gaan we de eerste 2 uur aankijken of we gelijk een aanbeet krijgen of het voeren van gisteren heeft gewerkt. En zo hebben we al 2 hengeltjes gedaan. Gaan we nu de derde doen. Het moet helemaal goed komen. Ik sta met de boliepijp te smijten om te kijken welke afstand alle bolies komen. Daar zijn ze gisteren ook gekomen. Daar varen we naartoe. En dan ligt die spot on. Dus we gaan hem uitvaren. De tijgenoothengel gaat erin. Nou, heel simpel. 2 kleine tijgenootjes. Onderlijntje van 1 centimeter of 20. En gewoon een loodje die los kan schieten. Visveilig. En dan gaan we even nog wat tijgenoten erin gooien. Mooi zakkie. Een mooi zakkie. Helemaal top hè, voor de Frankrijk trip. Je bestelt er een kant en klaar. Wordt thuis bezorgd, je kan het gelijk meenemen. De link staat in de bio. Zo is het. Bootje vol. Varen maar. Let's go. Ja, ja, daar hebben we hem. Ja jongens, de visjes zijn gevoerd. Nu onszelf even vervoeren met een lekker broodje knakworst. Heerlijk. Smaak goed. En is het vertrouwen hoog? 50-50%. We voelen ons eigenlijk een beetje in de maling genomen. Want ja. Er zitten hier 2 lui met een boot. En die zijn niet een lekker stukje aan het varen. Film hem even. Die zijn gewoon hun hengeltjes aan het uitvaren. En lekker voer erop aan het strooien. Ja, aan het snoeken, gek. Dus, of aan het snoeken inderdaad. We weten het eigenlijk niet zo goed. Dus wie weet. Kijk, daar zit de jongen. Ja. Zoals jullie weten is hij aan het groeien. Wat heb je daar voor lekkers? Lekker quarky, zonder lepel. Dus dit is mijn lepel. Daar staat hij dan. Chittermeister. Het app eventjes geduurd. Ik ga het even het netje klaarmaken, maat. Nou, dames en heren. Helaas is het geen karper, maar er is wel actie op de stek. En we gaan hem even onthaken en dan mag hij weer terug. Zo, zoals je kunt zien, zijn we lekker even aan het bakken. En er staat Chitten daar zo. En hebt hij waarschijnlijk weer witvis. Maar dat is nog niet zeker. We gaan hem even checken. De brasemkoning. Ja jongens, toch is het me weer gelukt. Ik wil even laten zien. Mooi brasem. Heel smerig beest. Echt ermee. Aju, ja, de pavlu. Actie op de stek. Lekkere brasem. Ja, een mooie jongen. No. Klopt. Wie dan? De zure jongen. We zijn weer zuur gegaan jongens, extra zuur. 3 keer achter elkaar. 3 keer binnen een uur. 60 push-ups en 3 goede neups. Wat doe ik mezelf aan? Lekker warm. Zo, nu is hij echt vier maat. Koud ging het nog wel. Ja jongens, jullie zien het goed. Er staat gewoon vandaag wat anders op het menu dan alleen vlees. Zo is het. Je moet af en toe ook even gezond eten. Dus wij gaan lekker spaghetti eten. Kijk eens. Met gehakt, een rood uitje, een komkommertje of een tomaatje en paprikaatje. Ja, ja. En gezonde een lekker sausje. Helemaal super, hé. Het ziet er goed uit. Ja, jongens, dit ziet er goed uit. Het ziet er heel goed uit. En we gaan even gauw eten voordat het koud is. Let's go. Dus het zonnetje gaat onder en daar staat hij. Ineens gaat hij er vandoor. En hij ging hard, jongen. Zo, dit beeld is mooi. Maak even snel het schepnet. Yes. Nou jongens, ik loop hier in het vaarpakkie. En het is echt niet normaal wat voor vis het is. Kijk, daar is die cheese. En wat die heeft gevangen, gek. Zo. We hadden het al heel de tijd over. We wachten echt op die bak op dit water. En moet je zien, hè. Heel die mat gevuld gewoon. Kijk dan, wat een bak. Mega ziek. Ja, echt niet normaal. Lekker cheese. Zo, kijk nou, jongens. Kijk eens, trots wat op, een inhaking. Trots op Bram. Zelfgeknoopt onderlijn. Ja. Ja. We leren het van de meester.
ga dat even onthaken. Kijk, zo, hij heeft ook een grote bek, gek. Dat is niet normaal. Ja, hij is op dat voer gezeten. En die pants, oeh. Daar doen we het voor. Ja. Onderdoen. Zo. Nee, hou eens goed hoger. Ja, ik heb hem zo niet. Ik denk dat hij over de 20 heen gaat, gek. Ja, maar... Ik zweer het. Morgen toch geen basic? Weet wel zeker. Gewicht wel even in Frankrijk. Doen we zo, jongens. Zo dan, hé. Wat een bak. Zieke shit. Nou, daar is hij dan, dames en heren. 21,2. En hij komt van de voerstrook. Super blij mee. En we gaan even foto's maken en dan mocht hij weer terug. Een nieuw pb, gek. Niet normaal. Dus dat emmetje ga ik zo eens even filmen. Heb je het zwaar, Bram? Zwaar. Ja, het is echt zo'n bizar dikke vis. Zo moeilijk om dit vast te houden. Echt, hier moet je even van de voorkant kijken. He. Dit is toch niet te geloven hoe breed ook, gek. De kippenarmpjes van Bram hebben het zwaar. Ja. Of verder. Wat? Ik dacht, doet hij dat nou echt? Loopt hij met zijn crocs, met bont erin, zo in één keer de sleutel. Ja jongens, een nieuw pb. En dat betekent natuurlijk een emmertje water! Lekker! Flinke emmer, maar we hebben het over 21,2. Oh, kijk hem! Heerlijk! Lekker! Is dat lekker? Ja, dat is lekker. Gelijk gedoucht. En hij kan zwemmen, jongens. Gaan we dat gelijk filmen? Ja. Nou. Ja, je doe maar. Ja. Meezwemmen, hè, Bram? Meezwemmen? Ja, Bram. Meezwemmen, Bram. Ja, het is een pb. Bram. Dan moet je wel meezwemmen. Bram, zwem nou even mee, joh. Zwem. Hey, kom op. 30 doe ik het, ja? Ja, afgesproken. Hoe laat het ook is. Ja. Hij staat erop, hè? Ja, hij staat erop. Nog verder. Moet ik echt meezwemmen. Die bek gek. Ja, het is echt bizar hoe breed ook. Kijk eens. Wat tot vannacht. Ja. Lekker neef. Strijd. Tik hem aan. Auwe. Hoppa. Zie je dat voer? Ja. Kijk eens, daar staat hij. Ja jongens, we staan er weer klaar voor om Bram zijn hengeltje uit te varen. Ik heb mijn hoofdlampje op en ik kan net iets een tikkeltje rechter varen dan Bram. Dus daarom hebben we besloten dat ik ga varen. Daarnaast gelijk even de hele voerstek voorzien van het voer. Als ze nu binnen 5 uurtjes al zo'n bak op het voer zit, terwijl we... een kilootje of 7 hebben gevoerd. Ja, misschien nog wel meer. Er komt echt nog wat voer bij. Dus dat gaan we zeker even doen. En dan hopen we dat vannacht even helemaal los gaat. Jongens, dit is echt niet normaal. We zijn gewoon de foto's eraan het afhalen. En we waren nog bezig met die hengel ingooien. En dan lopen we gewoon even Bram zijn andere hengel af. Echt bizar dit. Echt niet normaal. Zo. Echt heel ziek. Hoe voelt het? Ja, heel licht. Ja, dat zei je net ook. Ja, maar... Die geintjes ken ik. Hij zwemt een beetje mee. Ik ga even het schermnet pakken. Jongens, ik kan het gewoon niet geloven. Deze man. Wat is hij allemaal aan het doen, joh? Bram, wat heb je nou weer gedaan? Ja, aardige jongen. Zo dan. Hij is denk ik gewoon groter dan die vorige. Bro, echt niet normaal. Op de tijgers. Je ziet het, hè, gewoon één klein haak, aasje, tijgernotenkoop.nl. Zo'n dikke bak. Beetje rustig, hè? Bram, dit is niet normaal. Hoe zwaar is die? Hij is 20,8, 400 gram lichter dan die andere. Dan een kwartier geleden, jongens. Dit is toch niet normaal? Deze man van 240 is in een half uur. Ja, denk nog ineens. En wat een drift. Echt niet normaal. En wat is het ook een schub, jongen. Kijk dan, niet normaal. Nou, kijk eens. Wacht even. Kijk eens, dames en heren. Daar is hij dan. Op de tijgernootjes. Helemaal top. Tijgernoten van tijgernotenkoop.nl. En snowmanetje had ik. Klein fake meisje eronder. En echt bizar. Ik heb hier geen woorden voor.
Dat snap ik. Hoe kan het nou? Wat een vis, jongen. Hoe dan? Vanmiddag hadden we even de rotpots omgewisseld. Dus Chit was vergeten waarschijnlijk mijn pieper aan te zetten. Dus in één keer horen vogels een slip. Maar Chit heeft één pieper zonder geluid. Ze dachten dat dat hem was. Dus we dachten dat die van hem was. Was het gewoon weer die van mij. Echt niet normaal, maat. We gaan foto's maken. En dan kan die terug. Ja jongens, deze is wel verdiend. En voor Bram die jongen. Zo is het. En we hadden het er net over, maar... Twee veertigers in een half uur tijd. Ja, ik heb dat nog nooit gezien. Ik ging even omkleden, want ik had het emmertje water gehad. En mijn lijn was gebroken. Dus moesten we even fixen. En voordat we hem weer konden ingooien... Gewoon, gaat hij gewoon weer af. Gewoon prrrt, echt niet normaal. Echt niet normaal. En Chit geeft hem over en ik zeg, ik voel niks meer. Toen was hij zo helemaal meegezwommen. En elke keer als ze meezwemmen en voor de kant zijn, gaan ze weer echt volop. Ja, dat is echt ziek, jongen. Ik was gespannen gek. Ja. Ik zag die vis voor het eerst bovenkomen. Ja. Ik zeg, jeez, hij is nog groter. Hij is nog groter. Toen schepte die per ongeluk even mis. Ja. Maar, altijd leuk met een 40er. Gelukkig is alles goed gekomen. Spannend was het. Het is geweldig. Het is ook niet makkelijk om in het water te scheppen. Ik weet er alles van. Ik heb er 6 voeten in het water geschept. En nu is de spanning misschien iets groter. De man hoort gewoon dubbel bij de club van 40. Jij hoort gewoon bij de club van 40 binnen een half uur. Twee keer. Dat horen er niet veel, denk ik. Ja, dat zijn er niet veel. Dat zijn er niet veel. Het is echt niet normaal. De camera is echt bijna leeg, dus ik ga het even heel snel filmen. Na 240ers krijgt Chitty toch een fluiter. We komen er gewoon niet aan toe, jongens. Echt niet normaal. We gaan hem even binnenhalen en dan zien jullie hem zo. Nou jongens, na die twee ongelofelijke bakken van Bram. Ook een mooi visje voor mij. Wel een stukje kleiner, maar op zo'n groot water een vis vangen, dat is al mega dik. En super mooi visje. Weer van de tijgers. Van de tijgers, puntje gaaf, van de voerstek. Wat we nu moeten doen is zo snel mogelijk die voerstek vol gaan gooien voordat de vis wegtrekt. Maar dit is fantastisch. We gaan hem gauw terugzetten en de hengels weer in varen. Zo jongens, de bedjes die staan weer. En we gaan een lekker bedje opzoeken. Het is 1:30 en hopen dat hij snel weer gaat. De tijgernoothengel van de voerstrook is wel af. Een super mooie schub, 13-2. En hij was sterk, dat was echt niet normaal. Echt één bonk spier. En puntje gaaf, ik denk nog nooit gevangen misschien. En ik ga snel foto's maken en dan kan hij weer terug. Wat een vis. Mooie visie toch? Ik dacht eerst knolletje, maar... Valt toch mee. Rustig. Ja, oké. Okay. Nou jongens, daar is hij dan. Weer een mooie schub van 11,4 kilo. Echt, we lagen net in bed van die vorige vis en toen ging die alweer. We lagen nog niet te slapen. Het is echt een gek huis, want ik was 5 minuten geleden nog met de boot op de voerstek. We dachten dat dat wel zou verstoren, maar... 5 minuutjes daarna kwam deze mooie vis. Mooie hoge vis. We gaan hem terugzetten en lijntjes uitvaren. Let's go. We hebben nog niet geslapen en het is 2:30. Netjes. Zo, zoals je ziet zijn we het tentje van het inrichten, want in één keer begon het te regenen. Ja, dat is niet lekker. Dat is zeker niet lekker. Dus we werden wakker geregend. Deze hebben we nog nooit gehad. Nee. Maar de hengels zijn er niet meer afgegaan. Dus... Raar verhaal. Maar hebben ze wel gewoon allemaal netjes teruggelegd. Zullen we meteen alles even op scherp leggen als het droog is. Hier snel dit gaan. Voor nog wel eens een week. Zo jongens, we hebben weer even een nieuwe lading voer gehaald. We gaan de hengeltjes weer even opnieuw uitvaren. Weer even het strookje goed maken. Deze marker die was meegetrokken vannacht door een vis. Gaan we het even goed inleggen. Bram zet even de tent op en dan gaan we knallen. Nou, we zijn er weer. Een hele goede middag. En ik heb hier twee lekkere shotjes. Ik mag er 6 van deze. Ja. Een pb'tje voor mij en meteen was dat een 40er, dus dat is lekker. Dus dat waren 4 shotjes en toen nog een 40er, dus nog 2. En Chit had nog een wit visje, dus die mag nog even duren. En nog 4 apenshot. Ah, lekker om de middag te beginnen hoor. Lekker. Ja joh, hè? Daar gaan we. Hele grote teugen zien voor die pb. 1, 2, 3, 4, 5, 1, nog eentje. Zo.
6. Op de lege maag, lekker. Die, ja, lekker. Chanté op de grote bak van Bram. 4 goede neupen. En dan die jongen daar even achteraan. Dat is helemaal een slechte combi, denk ik. Ik zou het je niet aanraden. Hey, op die. Zo jongens, ik ga de hengeltjes zo uitvaren, zoals jullie zien. Ga ik er eentje vissen met de bloedworm Alibutboli en de ander met een single tijgenootje op een helikoptersysteem. En dan een XXL tijgenoot. Dit is het voertje waar we erbij gaan voeren. Je ziet het, heel dat emmertje zit tot deze rand gevuld. Ik ga me er in één keer ingooien op de voerstrook. En dan kunnen ze weer gaan lopen. Ja jongens, jullie zien het goed. Waar ben ik even geweest? Even naar de McDonald's, want ja, moest ook even boodschapjes doen. Dus gelijk even langs de McDonald's. Ja, mooi. Gelijk even een lekker happy. Lekker happy, je kan even lekker op de pot zitten. Dat scheelt. Dat ook. Even de powerbank opgeladen. Mooie dingen, ja. En hoe smaakt het? Het gaat best. Mooi. Ja, 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 ja. Live run. Pak hem, pak hem. Let's go. We wouden net gaan filmen, gek. Zieke shit. Zieke shit. We wouden echt net gaan filmen. Want we hebben net een tukkie gedaan. Nou, vooral Bram, ik kon niet slapen. En het zonnetje gaat onder en dan gaat elke keer je hengel af, hè? Hoe kan dat nou weer? Ja, gisteren ook al. Lekker, lekker maatje! Nou, kijk eens, daar is hij dan. De nummertje 3 voor mij op de, vanaf de voerstrook. Op de bloedworm. En ja, ik ben echt niet normaal blij mee. Gewoon overdag? Gewoon overdag. Het is uur of 9 is het. En ja, echt fantastisch. Mooie spiegel hoor. Nummertje 3 voor mij. En we gaan hem snel fotootjes maken, terugzetten en dan gaan we hem weer uitvaren, het lijntje. Lekker. Zo, kijk eens dames en heren. Ik denk een minuutje na, een half uurtje na die van mij. Ja man. Zat Chit met de kromme hengel. Bijna donker. De verste hengel is dit, hè Chit? Zo, hij ligt echt ver, maar hij zwemt er helemaal mee. Nou, we gaan hem even afdrillen, scheppen en dan gaan jullie hem zien. Ja jongens, het is echt niet normaal. Die bekken zijn hier echt keihard. En zitten elke keer perfect gehaakt in het onderlipje. Zo, zit naar te happen. Kijk ook wel een grote bekken die vissen hebben. Niet normaal. Echt niet normaal. Waar is die dan? De eerste 30er van mij voor deze trip. Hij is wel wat drukjes. Maar moet je kijken dan, hè. Wat een bouw. Wat een hoge vis, niet normaal. Het is echt bizar. Hij is ook breed. Dat is niet normaal. Hier moet je zien hoe breed. Kijk dan. Nou, je moet het nog. Wat een vis, hè. Heel even laten zien. Want hij beweegt de hele tijd, toch? Ja, ja. Ik heb het door. Kijk, broer, even rustig. Nou, waar komt? Wat een vis, jongen. Echt een pannenkoek. Franse pannenkoek. We houden ervan. Eerste 30 voor mij. Waar kwam die vandaan? Hij kwam van de meest verre hengel. Ik had er eentje echt op denk 200 meter afstand gevaren. Ja, echt ziek, hè? En ja, zon is echt net onder en hij ging al af. Snel fotootje maken en dan kan ik hem weer terugzetten. Super blij mee. Ja, ja, daar staan we weer. Het welbekende shotje. Het zit de eerste 30er van de trip. 15.2 jongens, hotsa. Aan het begin dachten we, oh, het is een kleintje, maar toen kwam die omhoog. Dik jongen, niet normaal. Dan zeggen we, chanté. Lekker. Flesje gaat hard. Zo, mooi. Hij moet leeg. Zo jongens, weer een mooie vis. Net geen 12 kilo. En ja, hij ging er echt keihard vandoor. We lagen net te slapen. Niet normaal. En ik ga hem weer gauw op zijn plekje leggen. En die vis is druk. Niet normaal. Nou jongens, weer een mooi spiegeltje. En het is niet zo'n grote vis. En het gaat nu keihard stormen en regenen. Dus we gaan hem snel terugzetten. En verwachten met het hengeltje terugvaren tot de regen is gaan liggen. Het duurt een kwartiertje. Niet normaal hoe sterk het zit. Ja, het slaat echt nergens op. Bizar. Maar mooie visie. En dan gaan we weer zwemmen. Zo bro. Hey. Pik, hij ontsnapt uit het net. Echt? Maat. Oh. Hou vast, hou vast, hou vast, hou vast, hou vast. Kom helpen, goos. Zo jongens. Daar is die dan. De eerste echt serieuze bak voor mij voor deze 16. 18,4.
Wat een bak, jongen. Hij was helemaal niet zo sterk. Hij leek redelijk uitgedrild. Toen hadden we op de kant. En jullie zagen het net, dat die Bram even helemaal nat spartelde. Maar wat een bak, jongen. Wat zijn staart zit erop. Bizar. Super blij mee. En hij kwam echt al na 5 minuten nadat ik er 2,5 kilo in heb gegooid. Dus dat is goed nieuws. Dus de vis ligt echt op het voer. We gaan nog gauw weer uitvaren. Eerlijk. Zo, jongens. Hij komt terug. 18,4, hè? Ja. Je gaat goed, maatje. Het gaat echt niet normaal goed. Bij jou is het... Ik zit op 5 runnen van nu. Volgens mij heb jij 4 runs. En ik eentje. Oh ja, en we hebben tussendoor nog helaas eentje die losschoot. Dus Chit was zuur gegaan. Heb die al genomen. Zwem even mee. Nee, kijk. Help me even op gang. Bam, bam, bam. Heerlijk. Ja, jongens, een hele goede nacht. Daar staat hij. We staan er. Het is 3:30 en we hebben net als gisteren nog geen oog dicht gedaan. Helemaal gaaf. En dat betekent wel iets goeds, want de apenshot is weer aangebroken. 18 kilo's voor deze jongen. Het heeft even geduurd na al die knollen. De eerste bak voor mij, jongens. En je ziet het, we zijn op de helft. We gaan er gewoon voor dat hij leeg gaat. Zo, jongens, daar is weer het volgende visje. Een super klein, super hoog spiegeltje. 11,4 kilo. En dit is echt eentje voor de toekomst. Echt bizar, die bouw elke keer van die vissen. Super hoog. En heel verschillende bouw elke keer. Een super mooi visje. We lagen weer 5 uurtjes in ons bed. Nummertje? Pff, weet ik echt niet. 6e run van vandaag. Ja, jij hebt al echt veel runs vandaag. Normaal. Een fotootje en dan mag hij eens hebben. Zo, een hele goede morgen, jongens. Na een redelijk slaaploze nacht zijn we net wakker geworden. En begint het met regenen. We hebben een aardige sessie gedraaid. Chit heb 5 runs gehad. En ik eentje. Zes zelfs. En we gaan nou even lekker in het tentje chillen. Ja, jongens, het laatste nachtje gaan we hier vissen. We zijn even al alles aan het opruimen. Uitzoeken. Aanhangtje leegmaken. Autootje leegmaken. En alles weer netjes erin leggen. Zodat we morgen vroeg weg kunnen. En waar gaan we dan naartoe, Ram? We gaan even boodschapjes doen. Naar de Basic Fit. En dan naar het noorden van Frankrijk, ja. Zodat we weer een beetje op de rit zitten. We gaan een uurtje of 2-3 al richting Nederland rijden. Dus, zodat we inderdaad de laatste nacht gewoon redelijk dicht bij huis zitten. En we het laatste nacht niet zo ver meer hoeven te rijden. Nee, dan kunnen we deze zooi moeten natuurlijk ook nog allemaal opruimen. Ja, nou ja, het gaat sowieso passen, want we hebben er meer dan 80 kilo voer doorheen gejaagd. Ja, dat voer is wel hard gegaan, moet ik zeggen. Zoals je hier ziet, hebben we nog... 1, 2 zakken tijgenoot, dat is 10 kilo. Emmetje is nog half vol. We hebben nog maar 7,5 kilo bollen. Ja. En we hadden 40 kilo, 50 kilo tijgers bij. Ja, en 40 kilo bollen. Ja. 45. Dus dat is toch wel netjes. En de eerste 3 nachten hebben we echt bijna niet gevoerd. Alleen nee. Vanaf de kant met de pijp. Denk kilootje de stek, 1,5. Nou, denk wel in totaal 10 kilo of zo. Ja, natuurlijk. Maar dan hebben we hier 80 kilo gevoerd. Dat is gek zat. Lekker fanatiek. Kijk, daar hebben we hem. Ja, jongens, we hebben even aan de eiwitten gedacht. Dus we hebben even wat lekkere worstjes gemaakt uit het Franse land. 2 dagen uit de koelkast. Dus het is een gokje, maar we gaan het gewoon lekker opeten. Zo is het. En daarna even knopen, hengeltjes binnen draaien. Even verversen. Voerstek aanmaken. Zo is het. Knallen met die gal. En morgen wordt vroeg naar huis. Oh, kijk eens, daar staat hij dan, onze witviskoning. We gaan hem even onthaken. En helemaal de para brazen. En dan mag hij weer terug. Ja. En lekker shot, de shit. Toch niet gek dat hij niet afging. Zo. Zo, jongens, we zijn even bezig met de hengeltjes uitvaren. En ik ben even een voertje aan het maken. Hier in de emmer hebben we al de bloedworm en de tijgen het kusbollen zitten. We hebben nu wat kant-en-klare XXL-tijgenoten bij. Zoals je ziet, echt grote jongens. En dat is het wel even door elkaar. En we hebben zulke heerlijke mooie schepjes met voer. Ik heb een marker daar liggen. En gisteren heb ik daar 1 engel op gevist. Toen 2 runs gehad, 2 vissen gevangen. 2 dikste ook kwamen van die engel, hè? Of niet? Nee, 15 kilo wel? Nee, 15 kilo wel.
en die 12 kilo hele mooie hoge spiegel. We gaan nu ook Bram's hengel bij die stek erbij leggen. We trekken de voerstek wat breder. En dit is dus het voertje wat erop gaat. Ik ga met een bloedwormbolie vissen, dan met een tijgenootbolie. En dan gaan we er gewoon spreiden en hopen dat er weer wat vissen voorbij trekken. Dames en heren, jongens en meisjes. Derde avond op rij dat de eerste run voor Bram is op de meest rechte hengel. Echt niet normaal, hè? Echt niet normaal. Doe even het waterpak uit. Lekker boer, tik hem aan. Het heeft even geduurd, maar hij staat er weer. Zo, dat is toch niet normaal? Dan vangt Bram toch even een pareltje. Wat een dikzak gek. Nou, kijk eens, daar is die dames en heren. En wat een pareltje zeg. Kom van de voerstrook op een waftertje, die had ik zelf nog. En ja, niet normaal, dit is niet te beschrijven. 19,2 kilo. Nou, wat een bak zeg. Je zou het echt niet zeggen, maar hij is echt ziek dan. Sessie geslaagd. Kijk dan, wat een bak. Mooi man. En ook deze kant, jongen. Wat een vis. Zo. Kist, daar staat hij weer. Ja, jongens. We waren weer een keertje zuur gegaan. De witvis koning. Niet lekker. En, dat is beter nieuws. Die dikke bak van Bram. Dus een lekker apenkopje op. Om weg te spoelen. Gaat hard. Zo denk ik vernieuwen aan. Kijk eens. Kijk, dat was weer een harde fluiter. Niet normaal. Weer de middelste hengel. De derde rij. Derde dag op rij. Eerste rechte hengel en daarna de middelste hengel. Echt niet zo hard. Zo jongens, daar is die dan. Mannen krijgen klappen. Daar is die dan jongens. Wat een super dikke vis weer. 17,6 kilo. En het is pas 10 uur en nu al twee zulke bakken achter elkaar. Het is echt weer helemaal bizar. Waar kwam die vandaan? Van de voerstek, de middelste hengel. En hij was echt sterk, niet normaal. Super mooie vis. We gaan gauw die hengel weer uitvaren. Veel voer erop knallen, want het is bizar. Het loopt weer als een trein. En de laatste nacht jongens, gaan we alles geven. We gaan proberen nog 1,40 te vangen. En dan... echt de meest bizarre sessie ooit. Geweldig. We gaan nou even terugzetten. Wat een bak, hé. Hij was al zo sterk. Was je op voor mijn top? Ik ging echt pijn opstaan. En ik kan het niet zo goed zien, maar ik kan zwemmen. Zo. Hij blijft druk. Jongens, proost. Hij is bijna op. Perfect. Ja jongens, weer een run op mijn middelste hengel. Maar als je dit ziet, dan weet je wat het is. Foute boel. We zijn weer zuur gegaan. En het echt extra zuur is dat hij echt fucking sterk was. En langzaam zwom. Oh, wat een tief. Ja jongens, het is ongelooflijk. We hebben een triple run. Bram, heb je een knolletje? Ik heb daar een vis in het net en de net ging Bram's andere hengel er vandoor, maar die zet me niet door. Dus we twijfelen nog even om op te pakken. Maar kijk, hier heb ik echt weer een dikke vis in de sling. En dat moest even snel. Omdat Bram's hengel tegelijkertijd afging om maar één schermnet te hebben. En deze jongen, die ging er net ook vandoor. Dus we gaan eens even kijken. Zo, kijk eens, daar is hij dan. Van de voerstrook, maar zoals je hoort gaat mijn andere pieper ook. Dus we gaan even snel een fotootje maken en dan kunnen we weer terug. Lekker. Kleintje. Zo jongens, met de dubbel rum van Bram ving ik deze prachtige vis. 16,8, super mooi schubbenpatroon. En kwam weer eens van mijn linkerengel, de andere voerstrek.
Weer een super mooie vis. Super blij mee. We gaan een fotootje maken en ik kan die terug. Daar is hij dan, nummer 7 van mij. En triple run, echt bizar wat er gebeurde op de snowman. En we gaan heel snel weer uitvaren, fotootjes maken en dan kunnen we weer terug. 13,4. Bizar. Toch een mooie vis. Ja, fotootjes maken en nu weer terug. Goedemorgen Bram. Goedemorgen, zo daar zijn we weer. Zoals je ziet, daar zijn we lekker aan het opruimen, want het is mooi geweest op het water. We hebben 3 nachten hier gevist, we hebben ongelooflijk goed gevangen, ongelooflijk veel. Mooie gewichten, mooie spiegels, mooie schubs. En ja, we gaan nu lekker naar het noorden toe, lekker stukje dichterbij. Even een keertje even douchen, strakjes bij de basic. Even lekker happy eten en dan gaan we het laatste nachtje alweer in, joh. Hij moet binnen draaien, bootje even schoonmaken en dan is het weer gedaan. Zo is het, jongen. Nog even één nachtje in het noorden en dan gaan we het zien. Kijk eens, jongens, een lekker Tino Martintje op de achtergrond kan natuurlijk helemaal geen kwaad. Het aanhangtje ligt al redelijk vol. De auto is nog heel leeg. We zijn bijna klaar met de spullen, dus dat is super. Engeltjes zijn er al uit. Dan gaan we zo meteen maar even naar het noorden toe, Brammetje. Hotsa. Ja. We zijn weer onderweg. Ja, jongens, alle spulletjes zijn weer ingepakt. Het is inmiddels alweer 1 uur. We zijn alweer een uurtje aan het rijden. En nog 2,5 uur en dan zijn we weer in Noord-Frankrijk. We gaan nog even snel naar de Basic Fit. Even lekker sporten. Even lekker douchen. En dan lekker de laatste nachtje frisse bedje. Hopen dat we nog 1 of 2 visjes kunnen vangen in het noorden. En dan zou de vistrip helemaal perfect afsluiten. Hij is natuurlijk al meer dan geslaagd. Maar we gaan toch nog ons best doen om ook in het noorden nog een mooie visje te vangen. Zo. Achter me, de Basic Fit. We gaan eens even lekker sporten. Lekker scoopie erbij. Let's go! Zo jongens, we zijn er weer. In het noorden van Frankrijk. Dit putje ook met Daniel Tieding geweest. En ik zal er even wat droombeelden in plakken die ik toen met die jongen heb geschoten op dit water. Zoals je nu ziet, staat er een hele hoop meer wier dan toen. Wordt dus echt met helikoptersystemen vissen. Ze hadden toen daar zo. En dat ligt nu echt helemaal vol met wier. Het ligt hier ook voor de kant vol met wier. En hier heb je een diepe greppel van 4 à 5 meter. En toen de tijd zagen we daar ook echt de meeste vissen liggen. Ik denk dat we of hier proberen of vanaf die kant, dat je daar wat minder wier voor de kant hebt. Verder, ja, desnoods gaan we zwemmen als we beet krijgen met die wier. Maar hiernaast zitten ook een paar ganzen. Die zitten wel met een engeltje of 7, 8. Ja, maar dat maakt niet heel veel uit. We gaan gewoon lekker de kantjes vissen tegen het wier aan. En moeten we nog goed komen. Zo, kijk eens. Mijn eerste hengeltje kan erin. Je ziet het bootje al liggen. Er liggen wel geteld 4 bollen naast mijn eigen bol in. Wat ga ik nou doen? Ik ga denk ik 1,5 kilo, 2 kilo van de Tiger Nut Crush en de Bloedworm Halibut bol enorm verspreid over dit hele gebied voeren. Dus overal gewoon een bolletje. Dan vis ik 1 hengel denk ik 20 meter uit de kant. Eentje 40 en eentje 60. En dan zorg ik gewoon dat overal bollen liggen. En zo probeer ik een beetje de dressuur te doorbreken. Slappe lijntjes. Er is veel wier, dus ik vis met een helikoptersysteem. En schuimpje eraan, moet eigenlijk helemaal goed komen. Dus een kort nachtje, dus niet te veel voer. Eerst maar kijken of we beter kunnen krijgen. Yo, hengeltje 2 van mij gaat ook te water op het wijd. We gaan lekker gewoon vissen met een Ronnie rig. Paar bolletjes erbij en de rest met de pijp. En er ligt een hele hoop wier, dus ben benieuwd. Misschien gaat de Ronnie het doen, misschien niet. Maar, you never know, let's try it, my friend. Let's go. Zo jongens, Bram gaat alvast naar zijn tentje toe en ik ga ook lekker slapen. We hebben tot nu toe nog helemaal niks gevangen. De hengeltjes liggen er nog stilletjes bij. We gaan kijken of we het laatste nachtje toch nog wat kunnen bijvangen. Een hele goede morgen met wat minder goed nieuws. Zoals je ziet zijn we wakker geworden zonder vis en met een natte tent. En dat is natuurlijk hartstikke jammer voor de laatste nacht. Maar ja, even een tostetje bakken. De sessie was toch al meer dan geslaagd, dus maakt niet uit. En hier hebben we Bram. Wat zei je nou net? Goedemorgen, ja. Helaas heb ik last van kreeften gehad. Chit heeft hier een keer eerder gevist.
duidelijk dat er geen kreeften zaten. Ze zijn toch overgestapt naar dit water. Dus ja, dan lig je met 200 vissen zonder haas. Ja. Je blijft er wel lekker wijs, zou ik zeggen. Ik ben benieuwd hoe de zitters hengels daar aan toe zijn. Ik ben ook benieuwd. Dat ga ik sowieso maar eens even checken. Zo jongens, het stekje weer even netjes opgeruimd. Binnen een half uurtje opgeruimd. Het is 9:15. We gaan lekker naar Nederland rijden. Dit betekent dus het einde van deze fantastische Frankrijk video. Bizar. Vond je de video leuk? Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer voor meer, want er komen nog meer Frankrijk en Slovenië video's aan dit jaar. Dus dat is super mooi. Abonneer me niet te missen. En we zien jullie volgende week weer. Aju.
Nee joh, waar staat hij? Kromme top. Kromme top. Oh. Het eerste wat je in Frankrijk moet doen is een burger bakken. Dan weet je dat het goed gaat komen. Zo is het. De eerste serieuze bak van de vakantie. Een nieuw PB gek. Niet normaal. Niet normaal. 2,40'ers in een half uur tijd. Ja. Ik heb dat nog nooit gezien. Mooie vis voor mij. Top op 12 kilo. Dat is echt een hele mooie vis. Bizar, ik heb hier geen woorden. Dat snap ik. Wat een vis, jongen. Met de dubbel rum van Bram vind ik deze prachtige vis. Ja. Ja? Ja, 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 ja. Blijf rum. Pak hem, pak hem. We wouden net gaan filmen, gek. Zieke shit. Zieke shit. Hey. We lagen net in bed van die vorige vis en toen ging die alweer. En niet normaal, dit is niet te beschrijven. 19,4? 0,2. 0,2 kilo. Wat een dank zeg. Mannen krijgen klappen. Innoveren kan je leren, zeg maar. Zo gek, ik kreeg een adrenaline. Niet normaal hard, hè? Wat een super dikke vis weer. 17,6 kilo. Ga ik met de boliepijp vooral rond de boot voeren. En we hebben echt een strook van